Goed nieuws voor patiënten die een complexe dotterbehandeling moeten ondergaan. Het Catharina Hart- en Vaatcentrum heeft als eerste centrum in Nederland een nieuw product in gebruik genomen. Hiermee kunnen gespecialiseerde cardiologen beter op moeilijk bereikbare plekken in het vaatstelsel komen. De telescoop wordt hier genoemd. Wat er onder andere nieuw aan is, is het ijzernetwerk in de guide extension. En die zorgt voor de stevigheid. En wat verder heel belangrijk is van zo'n guide extension, is dat die genoeg steun geeft. Dat je makkelijk de kransslagader in kunt duwen. Maar aan de andere kant moet die ook weer heel klein zijn, zodat die genoeg ruimte geeft om al je materialen op te schuiven. En tenslotte waar ze goed in geslaagd zijn, is dat er een coating zit aan de buitenkant en die is hydrofiel. En dat wil eigenlijk zeggen dat als het in contact met water komt, dan gaat het glijden. En dat maakt dus ook dat die veel makkelijker die kransslagader inglijdt, want je wilt daar natuurlijk geen schade maken. En tenslotte is er nog een soft tip en die voorkomt eigenlijk om schade te maken. Het Catharina Hart- en Vaatcentrum is gespecialiseerd in complexe dotterbehandelingen. Patiënten met een onbehandelbare pijn op de borst worden vaak naar het Catharina ziekenhuis gestuurd.